Kortrijk. Dat is onze startlocatie. Vanuit Kortrijk fietsen we door naar Wingenen. In Wingenen bevindt zich het eerste skatepark dat we gaan bezoeken. Vanuit Wingenen fietsen we vervolgens door naar Brugge. In Brugge bevinden zich drie grote skateparken. Vanuit Brugge fietsen we door naar Ieper. Vanuit Ieper fietsen we tenslotte door naar Menen. En van Menen naar Kortrijk. Onze startlocatie. Deze figuur wordt een driehoek. Een driehoek is gelijk aan een kwarter. Dus ik ga in mijn eigen provincie, namelijk West-Vlaanderen, kwarter affietsen. Geniet van de eerste video, oftewel dag 1 van ons skateavontuur. West-Vlaanderen, here we come. En ik zeg we, want ik ga niet alleen, ik ga met Honest. 28. Dus ik ga dus fietsen via de knooppuntroute. Dat is makkelijk, gewoon de plakketjes vol. Nu is het eerst richting Bavikhoven via de Leie, dacht ik. Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I start banging my first bongo. Every monkey la to be. Ik ga even checken in mijn boekje. 35 dan 26. Right. We wingen in een dorpje in Brugge. Daar is er dus bijna een nieuw skatepark. Ja, we zien wat de toekomst ons brengt. Wow. The people are big city, but they don't go crazy when I'm banging on my boogie. I'm the king of the bongo, king of the bongo. Hear me when I come, baby. King of the bongo, king of the bongo. Nobody like to be in my place instead of me, cause nobody go crazy. That's a point. Zo is het lauw voor de camera. Hey yo. Onze eerste stop. Oh. De non-stickertje van. Voilà. The beautiful layer. Nu zijn we hier. Nu 39. Grote fietspaden, man. Hear me when I come. They say that I'm a clown. They say there is no place for little monkey in this town. Mooi padje hier, man. Whole food kapel. Cause nobody go crazy when I'm banging on my boogie. I'm the king of the bongo, king of the bongo. Let's go. Hear me when I come, baby. King of the bongo. Yes, nu zijn we in Engelmünster. Het is wel mooi hier. En het weertje is ook zo niet te warm, niet te koud. Perfect om te fietsen. I'm so happy there's nobody in my place instead of me. I'm a king. We zijn eens voor de zoveelste keer misgereden. Zoals dat June het zei. Ups and downs. Yeah. Hier de gekke spot. Hier gaan we chappen in de natuur en een sappie drinken. Als ik hier iemand tegenkom met een scheerapparaat op de race, ga ik ze kunnen gaan. Dat ga ik fixen, man. Vals, man. De natuur niet vervuilen. Hatsa. Hatsa. Smeer je in. Smeer je in. Smeer je in. Ja. Smeer je in. Helemaal wit. Smeer je in. Smeer je in. Hatsa. Smeer je in. Smeer je in. Echt wel witte zonnecrème. Ja, ja. Ben ik een albino. Hatsa. Boppa. Back on track. Nice. Yes. First bridge of the day. Wannes gaat ervoor. Hij trekt een spurtje. Hij koppelt zich los van Mauro. Nee, Mauro fietst alleen verder. Oh nee. Wat nu? Oh. The winner of the game. Check zijn hemdje. Ah. Oosterhoosbeek. Schaduw. Wat? Oh, to. We zijn bijna in het dorpje of het stadje Pithem. En daar in ieder geval wel winkels. Damn, we zijn veel aan het zweten. We hebben via boerenpaadjes gefietst. Uiteindelijk zijn we hier in het eerste echte stadje dat we via het centrum passeren. Ik ga even dingen gaan kopen in de shop. Wannes blijft bij de bikies. Denk ik gewoon iets kopen om te drinken. We hebben energy nodig. We gaan voor de monster. Water zou ook wel handig zijn. Yo. Yo. Dude, man. Wat yo. Het is heet, man. Kermis. Wat? Kermis in Pithem. Hoe gaan we in de boxauto?
Nice. We made it. Naar rechts. Gewoon kassé weg. Hey hem. Yeah, let's go. Hallo. Dat was een lichte knik. Yes. Van een legend. Bro, is een beetje te groot, joh. Hé, dat riekt hier goed, toch? Ja. We zijn een wingen nu. Ja! Hey, ja! We made it! Woe! Ik wil juist zeggen, de toren is echt mega hoog. Ik heb gelezen dat dat de grootste was op de dag van België. Geen vier slikt. Abonneren, Bouden TV! Abonneren! Hey, yo! Yo, mag ik iets vragen? Zou je kunnen zeggen waar het skatepark is? Just following. Random skaters. Random locals. Ja man. Ja? Dat is hard. Finally. Dat waar vindt. Yo. We zijn heel van Kortrijk gekomen. Echt? Ja. Nice. Met de fiets om hier te skaten. Ga later. Ga je intro op? Oh ja. Nice man. Snap je dat er hier niet meer mensen zitten? Het is nog chill. Ik vind het amazing. Hoppa. Nieuw skatepark betekent nieuwe mensen, nieuwe vibes. Voelt wel goed. Ik ben blij dat we aankomen. Dat is chic, hè. The first. Yo, check the strip. Me and the guards getting ripped. Blocks in the grip, 40 dogs in my lips. Had a box. The beats were blast. We was laughing at all the girls that passed. Conversation, mothers had begun to discuss. Hey, yo, Raw, remember that kid to bust? Oh yeah, he ran but he didn't get far, cause I dropped him. Not knowing exactly what line to hang. I know your brother, my mother sent him out for break. Get the winter, it's a hot day in the summer. Didn't expect to come across a crazy runner. Hey, shorty, check him under bag of the dough. But he was brave, look him in the eye. Money's flattened him, foul in his natural back. In his pockets, then he jetted up the ass. Girls screaming, the noise up and down the block. What? What's your name? Hey, we're Felix. Right. Groot. Cyril. Ja, Cyril. Right. Stan. Stan, wat? Zit er hier normaal veel volk? Vroeger wel, maar de laatste tijd niet meer. Vroeger was er echt gewoon zo zieke vibes hier met zo local mensen. Nu komt er hier niemand meer. Wannes heeft zojuist een belofte gemaakt. Ja. Ja, kijk verbranden op deze trip. Wat verwacht je? Nice! Ah. De grond zuigt al de warmte uit mee. Was het de fietsrit waard? Ja bro. Positivity. Dus we hebben twee opties om te slapen. We kunnen oftewel in Welcome to My Garden slapen. We hebben al gebeld naar Philippe. Please, Philippe. Alsjeblieft. Hallo? Hallo. Ik had gezien dat u op Welcome to My Garden een tuin had beschikbaar gesteld. Klopt dat? Dat is van vorig jaar nog. Bruh. Toch bedankt. Ja. Oké, daar. Fuck! No! Shit! Philippe! Dat was van vorig jaar. Ja. Wat had er dan van, bro? Fuck. Kut. Ja, heel tragisch verhaal dus. It is what it is. En de andere mensen zeggen dat ze op reis zijn. De tweede optie is dat we in een bivakzone gaan kamperen. Dat zijn domkerken. Dat zijn ze dus niet op. Ik heb gelezen dat er een bivakzone zou zijn in... Later. Maar dat is maar anders hoor. We zouden graag met een standje overnachten. En wat is inderdaad een mooie gedachte? Jawel, vanavond eigenlijk. Vanavond? Kan ik even kijken. Bivakzone is nog vrij vanavond. Ik ga dat noteren in ons reservatiesysteem, maar... Manier, ja, mevrouw. Oké, bedankt. Goed. Ja! Lekker, show aan mevrouw. Show aan ja, de... man. Zit er eigenlijk dichtbij? Voor iets warm te eten, denk je? Ik denk het niet, nee. Ja, frieten kun je wel. Goed, maar zoeken op internet frituur de wissel. Wat een frituur? Ja. Ah, ja. Ja, dat is iets anders.
Let's go. Het is wel een beautiful town. Ik zou hier wel niet willen wonen. Dat is echt zo afgesloten tot aan de frituur. Een oude hier in de frituur. Kon een fix om chop. Oh, goeie chop man. Double cheese. Ik weet niet hoeveel duur dat is. Ik heb echt te veel gewacht. Ik kan niet meer, man. Ik ga de glijbaan indro. Yo! De speeltijd is voorbij. Ik ga nu op de bikey. Oh, bro. Ik wilde gewoon even een transition doen. En heel mijn achterkant is gebroken. En mijn hoesje is er niets, hè. Ja, hij werkt nog. Dat is het positieve. Want ik had hem echt nog niet lang. Maar het is mijn eigen schuld. Ja, kijk, ja. Fox, man. Oh. Het is mijn materiaal. Het zijn ergere dingen in het leven. Not good. Helemaal... Oeh. Big rip, big rip. Ja, ik ga niet meer filmen onder de baan. Yo. Check hier op welke plek ik ben. Ja, man. Wow, wow. En als we hier morgen gaan wakker komen, wat een uitzicht. Daar hebben we mede kampeerder. Ik zie ook dat er hier een wc is. Voor de mensen die niet weten wat een bivakzone is. Een mooi plakkaatje die dat weergeeft. Ik ben echt een beetje uit de put. Prachtig. En hier achter mij hoor ik ook dat er mijn vrouw aan het gitaarspelen is, aan het zingen is. Hier is het toilet. Allemaal toffe plaatjes om te zitten. Speeltuintje. En allemaal voor 0 euro. Wat een gekke spot hier. Zeker aan te raden. Dat is hier een beetje een vlakke plek. En daar gaan we ons tentje placeren. Oh. Juist moet barven. Fuck man. Ik heb dus echt te veel gechapt. Ik voelde al die f***ing tartaar. Ja, kijk, we hebben er stroever gedaan. Even bellen met de vader. Hallo. Hoe is dat, man? Machte. Oh, heerlijk, vet. Amai, jongen. Hier, een hele zitplaats. Gaan in een frituurtje, stop. Juist moet barven. Pap, een kapeer niet. Ja. Hier in de weide. Ja, ja. Water gewoon niet van voren aan de kaart pakken. Ah, echt? Ah. Ah, oh, perfect, ja. Goed, dat goed, hè. Ja, merci. Prettig gedaan, hoor. Ja, dank u. Da. Salut. Oké, prachtig. Let's go. Let's go. Het is nu alleen nog de matjes. Fitsen voor morgen. Morgen een big day, want we gaan naar Brugge. Probleem, er zit een gaatje in. Want is een matje, duct tape helpt niet. Fuck. Jammer. Nice. Het is nog steeds plat. Ja, kijk. Het wordt een harde nacht. Gay! Het was denk ik echt iets verkeerd in het eten. Het is nu echt al donker. Hoe laat zou het zijn? 10:30. Je slaapt wel. Lava. Tot morgenochtend. Nieuw. My garden. Ah, ja, ja. Oké. Okay. Ja, niet veel mensen hebben. Zoals ik al zei, in de fiets. In de fiets. Deze stad. Goed val. Dit is geen stad. Wat? Model TV, zijn jullie? Model TV, ja. Ja. Dat is wel zot, man. Ja, ja, ja. Model TV. Je gaat niet thuis komen. Model TV. Hey, joh, allemaal, als je nog niet geabonneerd bent, abonneren!